Halleluja. De Heilige Geest is hier. En ik wil het hebben. De titel is eigenlijk de geestelijke strijd. Maar ik wil het hebben. Eigenlijk wil ik het hebben over de kracht van de Heilige Geest. En ik ga het wel hebben over onze vijand. Maar uiteindelijk draait het niet om onze vijand. Uiteindelijk draait het om onze overwinnaar. En dat zul je ook wel merken. Ik ga een paar dingen lezen. Laten we even lezen Handelingen 16. Ik ga een beetje meer naar het midden, jongens. Zo. Handelingen 16. Hij staat op de dia. Staat, en de volgende staat er. En het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat ze hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze: deze mensen verstoren de orde in onze stad, dat zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat we Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hen vele slagen hadden toegediend, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun om voeten vast in het blok. Er zijn mensen die zeggen van: nou, de duivel, dat zijn maar sprookjes, of Satan, daar moet je niet te veel naar kijken. Nou, we hebben wel degelijk een serieuze tegenstander, en dat is de moordenaar van het begin, die erop uit is om de slag te verderven en verloren te laten gaan. En een heel oud lied, Jan de Heer, ken je het wel? Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar wat is dan de volgende regel? Maar daar is kracht in het bloed. Amen. Gelukkig dat het lied dat zegt. En dat we niet ons alleen maar bezighouden met een tegenstander. Maar als je een tegenstander hebt, is het soms wel slim als je er iets van weet. Dat je een beetje, nou, je hoeft over hemzelf niet zoveel te weten, want zo interessant is hij ook weer niet. Maar het is wel eens handig als je weet wat voor tactieken dat hij gebruikt. Hoe werkt hij? En heel veel mensen, heb ik toch wel ontdekt, die zijn er eigenlijk een beetje blind voor. Die hebben dat niet in de gaten. En dat probeer ik vandaag een beetje met jullie te bekijken, hoe we daarmee om kunnen gaan. Weet je wat Paulus zegt in Efeze 6? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. En die machten willen maar heel graag dat jij ze met rust laat, zodat ze stiekem hun gang kunnen gaan. En als jij denkt van: ja, er is niks aan de hand, dan geef je hem dus ruimte. Weet je wat, Jezus had zijn eerste preek gehouden in de synagoge in Lucas 4. En dan komt hij iemand tegen met een onreine geest. En weet je wat die zeiden tegen hem? Die zeiden van: laat ons met rust. Wat moet u met ons, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Dus met andere woorden, laat ons nou gewoon lekker gaan. Dan kunnen wij ons ding doen. Romeinen 8... Romeinen, weten jullie inmiddels wel, is een van mijn favoriete hoofdstukken uit de Bijbel. En daar staat dat wij meer dan overwinnaars zijn door hem die ons heeft lief gehad. Dus als je praat over geestelijke strijd, één ding is zeker, we gaan winnen. We hebben al gewonnen eigenlijk. Ja, het is al, ja, het is 1000-1 of zo. Satan is wel naar beneden gegooid en die heeft al 1/3 meegenomen, maar 2/3 is wel aan de goede kant gebleven. We staan sowieso altijd 2-1. Onze geschiedenis in Handelingen 6, die spreekt van een geestelijke strijd. En daar staat er dat die slavin, die had een waarzeggende geest. Hè? En die riep steeds achter hun aan van: ja, dat is de zoon van de, klinkt al heel mooi, hè? Zoon van de Allerhoogste God, die de weg naar de zaligheid verkondigde. En dan dat woord waarzeggende geest, weet je wat daar in de Griekse grondtekst staat? Daar staat pneuma pitonos. In de Engelse vertaling staat het zo: and it came to pass, as we were on our way unto a place of prayer,
a certain damsel having a spirit of Python met us. Dus, hier wordt gesproken over een geest van Python. Weet je waar dat vandaan komt? Ze zitten in Filippi. En die waren heel goed op de hoogte van de Griekse mythologie. Weet je wat er staat in de Griekse mythologie? Dat er een zekere Apollo was. Die vocht tegen een enorme slang. Een draak-slang combinatie iets. En die moest het orakel van Delphi beschermen. En Apollo verslaat die slang. En dan krijgt hij de bijnaam Pythios. En waarschijnlijk hebben de mensen in Filippi daaraan gedacht toen ze het hadden over die geest van de Python. En Python is een slang. Als je in het begin van de Bijbel leest, de eerste keer dat Satan zich openbaart aan Eva, wat is die dan? Een slang. Aan het eind van de Bijbel, weet je wat, dat is de volgende dia. Daar staat dat er een engel komt en er staat hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan en hij bond hem 1000 jaren. En iets eerder staat dan de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem meegeworpen. Dus de Bijbel gebruikt het type van een slang om aan te geven welke tactieken gebruikt Satan. Of wat is zijn manier om ons te verleiden? Wat is zijn manier om ons af te trekken van God? En wat zei ik al net, Heer? De duivel komt niet anders dan om te stelen, te slachten en te verderven. En het aparte is, hier worden best in handelingen worden dingen genoemd. Maar de ene keer dat een demon met een naam genoemd wordt, is in dit stukje, die Python. En het verhaal speelt zich af in de avond. En profetisch gezien is dat een beeld van de eindtijd. Het is bijna middernacht, het is bijna 12 uur. De Heer staat op punt om terug te komen. En als Paulus en Silas dan op een gegeven moment ook in de gevangenis worden, is het bijna middernacht. En wat doen ze dan? Nou, dat kennen we. Ze gaan de Heer aanbidden en prijzen in de gevangenis gaat open. Als de Bijbel het over deze geest heeft, dan zou het best eens een geest kunnen zijn die in deze tijd zich gaat manifesteren. Weet je wat Lucas 10 vers 19, weet je wat Jezus zegt? Daar gaat even over, want uiteindelijk, wij zijn meer dan overwinnaars. Hè? Wat zegt hij dan in vers 19? Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Weet je, slangen doen het allemaal op een verschillende manier. En Satan heeft ook heel veel verschillende manieren om ons dwars te zitten. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Er is een zogenaamde watermokkassin, een slang. En als je dan in het water zit, dan besluipt hij zijn prooi en heel stilletjes en zonder waarschuwing slaat hij plotseling toe. Ben je gewoon aan het relaxen en ineens komt die slang. Waps. Ratelslangen leven in bergachtige gebieden en die zorgen ervoor ongeveer dat er 25 menselijke doden per jaar zijn. En een koningscobra, die bijt zijn prooi en die spuit genoeg vergif in dat hij een hele olifant kan doden. Of 25 mensen. Maar de meest unieke methode van prooi overmeesteren is door de python. Maar weet je wat de python doet? Als hij jong is, wil ik eerst nog even zeggen. Weet je, als een python jong is, is hij heel klein. Dat is een heel lief beestje, 50 centimeter. En dan denk ik, ah, wat een lief slangetje. En er waren in Amerika, waren er heel veel mensen die vonden dat zo leuk. Die importeerden uit Azië, uit Burma, importeerden ze de Burmese python. En die hielden ze als huisdier. Maar ja, zo'n beestje wat groter. En weet je wat ze toen deden? Heel veel mensen in Florida, die dumpten toen die slangetjes in de Everglades. Die inmiddels slangen waren geworden. Everglades is natuurgebied in Florida. Laat me je dit vertellen. Tegenwoordig, naar schatting, leven er 100.000 Birmaanse pythons in de Everglades. Beesten die er oorspronkelijk niet eens thuis hoorden. Geestelijk, demonen horen niet bij een kind van God. Want, hebben we net gezegd, we hebben het ook gezongen, Christus heeft ons bevrijd, opdat we in vrijheid zouden leven.
En dan staat er, houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Maar de vijand wilde me al te graag. Die wil ons zo graag een slavenjuk opleggen. Dus, als de slang zich manifesteert in je leven, je ziet hem, pak hem meteen aan, voordat hij gaat groeien. Pak hem meteen aan. En je hebt de autoriteit, hè? Je hebt de macht om op slangen en schorpioenen te treden. Hij doet het al een beetje sluw, beetje bij beetje. Maar ik bid echt dat onze geestelijke ogen zo ver open zullen staan, dat we meteen herkennen, hé, dit is niet oké. Dit is de vijand die iets probeert te verstoren. Weet je, een python kan gemiddeld 6 meter lang worden en soms wel 90 kilo wegen. In de National Geographic, dat blad, stond een verhaal over een gevonden pythonvrouwtje. Die woog 65 kilo, ze was 5 meter lang, maar ze droeg 87 eieren. Dus hij vermenigvuldigde zich heel snel als het niet oppast. Hij vermenigvuldigde hem. Dus geef hem die kans niet in je leven. Dit is een python. Ga maar eens kijken. Wat doet een python? Hij kruipt naar een hoge plaats en hij wacht tot er een prooi langskomt. En als die prooi dan in de buurt komt, laat hij zich plotseling bovenop zijn prooi vallen. Altijd onverwachts. En waar andere slangen dus hun prooi doden door gif in te spuiten, doet de python dat niet. Jullie zeiden het net al. Hij kronkelt zich om zijn prooi heen. En dan begint hij te knijpen. Er zijn encyclopedieën waar ik nagezocht heb. En die zeggen zelfs, op het moment dat je dat de prooi uitademt, trekt hij gelijk strakker aan. Ja. Dus wat gebeurt er? Hij perst alle lucht uit zijn prooi. En sommigen hebben dat ervaren in hun leven. Maar gelukkig, de meesten die dat ervaren hebben, hebben ook ervaren dat God er alles aan doet om je daar vrij van te krijgen. En God heeft in de Bijbel, het woord voor adem, is vaak de levensadem van God. De pneuma, oftewel de Heilige Geest. God spreekt, ik noem even 4 keer wat God in de Bijbel spreekt over de adem. God ademde 4 keer, en de eerste keer is in Genesis 2 vers 7. Daar staat, toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Dus God had adem geschapen, zag er prachtig uit. Maar het was alleen maar een lichaam. En het lag er maar. Pas toen God de adem in zijn neus blies, kwam adem tot leven. Dat is geestelijk ook zo. Als God de adem van de Heilige Geest in je blaast, kom je tot leven. De tweede keer, het is niet op chronologische volgorde hoor. Staat in 2 Timotheüs 3 vers 16, daar staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Het Griekse woord wat staat, wat wij vertalen met door God ingegeven, daar staat door God ingeademd. Dus dat is een speciale invloed van de Heilige Geest, de kracht van de adem van God, die door de Bijbel spreekt en zo gauw wij het woord gaan lezen, komt de adem van God naar ons toe. Kunnen wij het inademen, kunnen we tot leven komen. Want Joyce Meyer zegt, hè, je wordt veranderd in je denken. Waardoor? Door de adem van Gods geest. Door het woord wat je leest. De derde keer dat de adem van God genoemd wordt, is in het evangelie van Johannes. Daar staat dat Jezus blies op de discipelen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En hoe is dat tot uiting gekomen in Handelingen 2 op de Pinksterdag? Er was zelfs een mighty wind, staat er in het Engels. Een geweldige windvlaag. Dus de wind staat voor de Heilige Geest. De vierde keer vinden we het in Ezechiël 37, dat verhaal van de dorre doodsbeenderen. Laten we het even lezen, want ik wil er iets mee zeggen. Vanaf vers 4. Toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien, en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Zie je? Je komt tot leven als de adem erin komt. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid en klonk er een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij,
Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: dit zegt God de Heer, kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde, zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met ademen gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. Er zijn vertalingen die zeggen een geweldig leger. Adem is leven. En onze vijand wil alles doen om ons weg te houden van die adem. Weet je, hij kronkelt zich om mensen, om kerken heen, zodat het leven eruit gaat. En onderzoek heeft uitgewezen dat een python die breekt meestal niet de botten van zijn prooi. Botten, waarvoor zijn botten? Dat is voor de structuur. En structuur is nodig, maar als een lichaam geen botten heeft, valt hij ook uit elkaar. Maar ik zal je dit vertellen. Satan heeft niet zo'n moeite met onze structuurtjes. Heeft niet zoveel moeite met onze programmaatjes. En daarom voel ik tegen ze aanbidding geweldig. Amen. Dit was niet de setlist die afgewerkt werd. Dit was niet, we doen dit. Ik weet dat Pieter John, die heeft in een hele grote gemeente hier rondgelopen. Daar was zelfs de aanbidding, het was een grote megakerk. Er was zelfs de aanbidding, dit worshipliedje in zoveel minuten en zoveel seconden. Satan heeft geen enkel probleem met onze programmaatjes. Hij heeft geen enkel probleem, ook niet met een aanbiddingsgroep die gelikt zingt. Geweldige muzici. Maar als er geen geesten is, verandert het niets. Pas als de kracht van de Heilige Geest, dan kun je met een valse gitaar met 5 snaren spelen. Maar als de Heilige Geest werkt, worden mensen aangeraakt. Gaan de dingen veranderen. De duivel is niet bang voor als mensen een zweem van godsvruchtigheid hebben. Een vorm van goddelijkheid. Zolang er maar geen adem is. Zolang er maar geen kracht van de Heilige Geest is. Hij maakt zich niet druk om onze zogenaamde reputatie of onze financiële status. Zolang de adem, de Heilige Geest, maar niet actief wordt. Het maakt hem niet uit als jij zingt, zolang er maar geen overgave is. Geen adem, geen zalving in jouw zingen. Je mag van hem rustig worshipliedjes zingen. Als je het alleen maar met je stembanden doet. Of alleen met je menselijke emoties. En als je uit gewoonte bidt, uit gewoonte, omdat het nog één keer hoort, vind je dat ook oké, hoor. Zolang je het maar niet doet vanuit de inspiratie en de kracht van de Heilige Geest. De dingen die we doen vanuit routine, daar wordt hij niet zo bang van. Als je vanuit religie naar de kerk gaat en vanuit religie jaar in jaar uit je dingetjes doet, oh, vind je prima. Zolang de Heilige Geest er maar buiten blijft. Zonder adem is het namelijk dood. Aanbidding zonder adem van Heilige Geest is niks meer dan een rinkelende cymbaal. Een prediker die alleen maar preekt vanuit zijn kennis. Ik hoop dat het een roepend in de woestijn is. God is niet geïnteresseerd in ons muzikaal of wat dan ook, wat voor vorm van talent. God is geïnteresseerd in ons hart. En de python wil je vastbinden en die wil de zalving van de Heilige Geest uit je weg knijpen. Hij wil absoluut niet, wat hier vanochtend gebeurde, vindt hij vreselijk. Want dat zet mensen vrij, dat zet processen van de Heilige Geest vrij. Dat zet het werk van God vrij. Onze programmaatjes doen dat nooit. Ja. Ja, dat is niet mijn punt, lieverd. Dus, nee, dat is niet mijn punt. Ik heb het alleen maar over als je talent onder de zalving en de kracht van de Heilige Geest is. Hij wil dus alles uit buiten de kracht van de Heilige Geest houden. Als je voorganger bent, zou je eigenlijk maar op één ding druk moeten maken. Is dat de tegenwoordigheid van God moet in ons midden zijn. Dat zou ons meeste grote zorg moeten zijn. Heer, laat uw tegenwoordigheid elke keer weer zijn. En als een gemeente op de knieën gaat, en niet voor een keertje, maar elke keer weer bidt, Vader, laat uw geest werkzaam zijn in ons midden. Laat uw geest werkzaam zijn in ons gezin.
Laat uw geest werkzaam zijn in onze omgeving. Dan gaan de dingen veranderen. Dat werkt niet door programmaatjes. Het werkt niet als je alles wil oplossen met je verstand. Terwijl God zegt, werp al je bekommernissen op mij. Weet je, het ergste van gebedsloosheid, want het is wel apart hè. Ze waren onderweg, staat er in Handelingen 16, ze waren onderweg naar een plaats van gebed. En ik heb gezien, in al die jaren dat ik rondloop in Evangelisch Nederland, dat bidstonden het meest moeilijke punt is van elke gemeente. Satan wil niks liever, de vijand, ik zal het niet iedere keer bij de naam noemen. De vijand wil niks liever dat aan ons gebedsleven verstoord wordt. En het ergste is van gebedsloosheid, dat engelen werkeloos worden. Want laten we eerlijk zijn, toen Jezus in Gethsemane was, wat deed hij? Hij bad en wat gebeurde er? Er kwam een engel om hem kracht te geven. Toen Paulus bad en hij zat in een boot te midden van de storm en ze dreigden het kapseizen, toen bad hij en er kwam een engel in het schip. Petrus zat in de gevangenis en niemand had verwacht dat er iets zou gebeuren. Ze waren allemaal in zakken naast. Hij bad en er kwam een engel en de gevangenisdeuren gingen open. Paulus en Silas, heb ik net al even genoemd, die zaten in de gevangenis. Ze baden en aanbaden. En de gevangenis begon te trillen en de gevangenisdeuren gingen open. Weet je, wij hebben de macht gekregen over elke vijand en elke legermacht van de vijand. En het wordt tijd dat we ons daar eens van bewust worden en dat we daar eens naar gaan leven. Weet je, als je niet bidt, is het net of je geestelijk gezien niet ademhaalt. Als je het woord leest, dan komt de adem van God, ik heb net al uitgelegd, die komt naar je toe. Je ademt in. Als je bidt, geef de adem terug aan God. En je zegt, Heer, hier is mijn adem, doet u ermee wat u wilt. En dan gaan de dingen gebeuren. Dat is het eerste wat de vijand probeert te verstoren, ons gebedsleven. De tweede, als je denkt aan de python, die vernauwt, hè. Hij klemt zich steeds strakker en strakker op zijn prooi. Als je kijkt naar de eerste reis van Paulus en Silas, dan komen ze voor het eerst in een nieuw gebied, in Malta. En dan lopen ze door naar Filippi en is er ineens die vrouw met die boze geest. Weet je, als je verder probeert te komen, dit is echt iets voor sommigen. Als je verder probeert te komen, je probeert stappen te maken, dan zal deze boze geest, je zal altijd proberen je me tegen te houden. Hij probeert je te limiteren. Hij probeert je gebied te vernauwen, zodat je niet verder kan komen. En door de kracht van de Heilige Geest kan het verbroken worden. De vijand wil alles doen om je te stoppen en gevangen te houden in je gedachten en in je hart. En wat deden Paulus en Silas, ik heb het al verteld, die begonnen de Heer te aanbidden. Daarom is aanbidding zo'n krachtig iets. Ik weet in mijn moeilijkste tijden, dat als ik ging aanbidden, dat de heerlijkheid van God zo duidelijk kwam. En dat ik heel anders in mijn omstandigheden ging staan. Omdat ik wist, Heer, u houdt zoveel van mij. En als u voor me bent, wie zal er tegen me zijn? En als het middernacht is, als het nacht is in je leven, doe wat Paulus en Silas deden. Ga zijn lof zingen, ga hem aanbidden en zeg, Heer, u bent koning, u bent overwinnaar, of ik het nou zie of niet. U bent de koning der koningen, u regeert, ook in mijn omstandigheden. Als je in Handelingen 28 een paar hoofdstukken verder kijkt, maar weet je, Satan, de vijand wil alles doen dat de Heilige Geest het niet voor het zeggen krijgt in ons midden. En als wij terugvallen in leuke religieuze dingetjes, heeft hij veel liever. En dan als het vuurtje opgestookt wordt, het vuur van de Heilige Geest, dan vindt hij dat niet zo fijn. Moet je eens kijken wat er in Handelingen 28 staat. Paulus sprokkelde een grote bos door hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. Als het vuur van de Heilige Geest heter wordt, ga je zien dat de vijand zich niet fijn gaat voelen. En dan kun je het ook merken ook. En dan vind ik het zo grappig, die mensen, dat waren primitieve volken,
Wat dachten ze? Oh, die Paulus is hartstikke fout, man. Moet je eens kijken. Moet je eens kijken in de volgende vers. Toen de bewoners van het eiland het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, deze man is vast een moordenaar. De wraakgodin wil niet dat hij in leven blijft. Het is hem gelukt om aan de zee te ontsnappen en nu probeert ze hem op deze manier te doden. Maar Paulus schudde het dier van zijn hand af in het vuur zonder last te hebben van het gif. De bewoners van het eiland verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood zou neervallen. Maar na lang wachten zagen ze dat er niets bijzonders met hem gebeurde. Toen veranderden ze van gedachte en zeiden dat hij een god was. Nou, dan weet je gelijk wat je met de mening van mensen aan moet. Eerst ben je een moordenaar en dan ben je een god. Geen van beiden was waar. Hij was al bijna goddelijk gemaakt, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat zegt Psalm 8. Weet je, wij moeten wel op onze hoede zijn voor onze vijand. Want hij is wel uit om te vernietigen, te stelen en te roven. Hij wil ons afstelen wat God ons gegeven heeft. Hij wil onze vreugde stelen. Hij wil onze vrede stelen. Hij wil onze zekerheid stelen. Hij wil onze intimiteit stelen met God. Maar weet je, bang hoeven we nooit voor hem te zijn. Want weet je wat Jezus zei? Ik ben gekomen, omdat zij, dat zijn wij, omdat zij leven en overvloed hebben. We moeten wel op onze hoede zijn, maar angst hoeven we niet voor hem te hebben. Die primitieve mensen in Malta waren wel bang, maar die kenden God niet. Ze hadden verwacht dat Paulus meteen dood neer zou vallen. Maar weet je, Paulus had een dubbele bescherming, hè? Hebben wij ook. Colossenzen 3 vers 3, we zijn geborgen in Christus in God. Als jij geborgen bent in Christus, in God, is er geen enkele reden voor angst. Heel bekend opwekkingsliedje zegt, wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Weet je wat God tegen de slang zei met Adam en Eva? Hij zei, het nageslacht van de vrouw, dat is Jezus, zal jou de kop vermorzelen en jij zult de hiel vermorzelen. Ja, Jezus moest wel sterven aan een kruis. Maar Satan is volkomen ontwapend. Hij is een tandeloze tijger geworden. Die heel impressief probeert te brullen. Maar die geen enkele macht heeft over jou en mij. Wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Dat is het resultaat van wat Jezus heeft gedaan. Weet je wat Filippenzen 2 zegt? Daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En als je het gevoel hebt dat die smeerlap je zit dwars te zitten, en dat je verhindert om verder te komen, dat je verhindert om een actief gebedsleven te hebben, is hier het woord van de Heer. Jezus zegt, ik heb de strijd al gewonnen. Ook voor jou. En jij kunt overwinnen. Weet je wat je moet doen als Satan je lastig valt? Spreek de naam van Jezus uit over je situatie. Want in de naam van Jezus zal elke knie zich buigen. En weet je wat ik soms een beetje lastig vind? Soms hebben we zo de neiging om van alles maar te vragen. Weet je, als een hond op mij afkomt en die wil mij bijten, dan zeg ik niet, wil je alsjeblieft weggaan? Weet je wat ik zeg? Wil je gauw maken dat je wegkomt? Of ik schop je weg? Zo zouden wij tegen onze vijand moeten zijn. Geef hem geen ruimte. Geef hem geen voet in je leven. Opzouten, ja, goed zo. Halleluja. Smeer het bloed van het lam aan je deurposten. Vaders, smeer het bloed van het lam aan de deurposten van je huis. Ter bescherming van je kinderen. Ter bescherming van je vrouw. Want we overwinnen hem door het bloed van het lam. Weet je wat de openbaring zegt, 12 vers 11? Dat is de volgende dia en ze hebben hem overwonnen. Dat zijn wij, de gekochten die betaald zijn. Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus het bloed van het lam, maar je moet er wel van getuigen. Als hij je aanvalt, moet je het uitspreken. En zegt Satan, tot hier en niet verder. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van het lam. Je hebt geen enkel recht
Op mij, op mijn kinderen, in Jezus' naam. Dat is een houding van een kind van God, die weet waar hij staat. Als ze de naam van Jezus uitspreken, hebben we alle kracht om hem te verslaan. Door het bloed van het lam hebben wij de overwinning. En als we zo gaan leven, gaan we ook ontdekken dat hij steeds minder kans krijgt in ons leven. En het leven van onze kinderen. En dat Jezus werkelijk Heer is in alle situaties. Het is tijd dat we gaan staan en zeggen, Jezus is Heer. Ook in mijn moeilijkste situatie. Ook als ik het even niet zie. Jezus, u bent Heer. Ik belijd, u bent Heer. Want er zit kracht in mijn belijdenis. Er zit kracht in het bloed van de lam, maar ook in mijn belijdenis. En dat je ook erkent, het draait niet om mezelf. Ik heb mijn leven niet lief tot de dood, maar het draait om Jezus. Dan is er altijd overwinning. Lieve mensen, we zijn meer dan overwinnaars. Geloven jullie dat? We zijn meer dan overwinnaars. De vijand is een tandenloze tijger geworden. Je moet hem niet onderschatten, maar je hoeft niet bang voor hem te zijn. Pak hem gelijk aan. Weet je, soms leren we dingen. Wat ons probleem een beetje is dat we heel vaak dingen leren, maar dan houden we het ook nog voor onszelf ook. En mijn Bijbel zegt dat openbaring nooit alleen maar voor jezelf is. Moet je belezen de Bijbel maar daar. Het is echt niet alleen maar voor jezelf. Weet je wat er in 2 Timotheus 2 staat? Dan zegt hij, Paulus tegen Timotheus dit. Timotheus, mijn zoon, wees sterk door Jezus liefde en kracht voor jou. Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf ook weer aan anderen doorgeven. Aan leven. Paulus zegt, de liefde en de kracht van Jezus, de kracht van de Heilige Geest is in jou. En jij bent sterk door de kracht van het bloed van het lam en door je getuigenis. Geef dat door, want de mensen hebben het nodig. Openbaring van God moet je nooit voor jezelf houden. Geef het door. Ik wil afsluiten met dit. Als je echt het gevoel hebt dat de vijand je al zo lang aan het plagen is, je krijgt er geen overwinning over. Het eerste wat je zelf kunt doen. Spreek het bloed van het lam uit over je situatie. Smeer bloed van het lam aan de deurposten van je own situatie. En ben je er dan nog niet door, vraag mensen die vol zijn van de Heilige Geest om met en voor jou te bidden, zodat er een doorbraak komt. Maar ik geloof echt met heel mijn hart, God is iets aan doen in Ravel Amersfoort. God is iets aan doen waardoor niks en niemand te stoppen is. God zegt, mijn werk gaat door, ongeacht de situaties. En ik ga een volk klaarmaken om te zijn als een leger. Ik vind het wel apart, hoor, want ik dacht erover na met die Pieter. En ik denk, het is wel heel apart in de tijd van COVID. En ik denk echt dat de kracht van de Heilige Geest, dat onze grootste sleutel is in deze eindtijd. Bloed van het lam, maar ook de kracht van de Heilige Geest. En laten we gaan staan in die kracht en in die autoriteit. En laten we gaan zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van Hem die mij heeft lief gehad, die zich voor mij heeft overgegeven en die volledige overwinning heeft behaald. Voor mij. En voor mijn kinderen. En voor mijn dierbaren. Ook voor mijn buren. Laten we levensprekende mensen zijn. Die zeggen, wij gaan leven spreken in dode situaties. We gaan door het dood spreken, benen tot leven spreken. Door de kracht van de Heilige Geest. En ik zeg jullie daarmee. Dat we werkelijk gaan opstaan als kerk van God. En zeggen van, wij gaan opstaan in de kracht en de autoriteit van de Heilige Geest. En we gaan deze wereld veranderen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.